D66 is er voor om de uitvoering van vastgesteld beleid door de gemeenteraad te leggen bij het bestaande sportbedrijf. Dat gedoe over reorganisatie, alweer meer dan die lettergrepen, reorganisatietraject. Ik zie dat eerder als een grote kans als je dat op de juiste manier doet. Misschien moet je wel zorgen dat je dat zo goed integreert in het sportbedrijf dat daarmee de uitvoering voor alle onderdelen van de sport verenigd zijn. De besluit die u neemt, waardeer ik. U maakt uiteindelijk voor de verenigingen maakt u iets duidelijk. Het verbaast me wel dat u als VVD'er in het verleden, en ik kan nog een aantal teksten boven water halen, en ik ga ze niet voorlezen, voorzitter, gepleit heeft dat fase 3 toch echt door moest gaan. En u heeft hier gestaan, en ik heb op het filmpje nog even nagekeken, want die heb ik nog, zwaaiend en wijzend naar de raad, dat dit door moet gaan. Men is jaren bezig geweest om de overdracht van de sportterreinen naar het sportbedrijf te realiseren. En nu is daar in één keer een ommezwaai. Hoe verklaart u die? Nou ja, het heeft al een aantal jaar stilgelegen. We hebben eerst gekeken of we het kunnen overdragen naar de verenigingen zelf. Dat is gewoon niet financieel aantrekkelijk voor verenigingen, mede vanwege de verandering in de BTW. Nou, dan kom je op het oude besluit terug van wil je na 10 jaar discussie daarover toch overdragen naar het sportbedrijf. En toen heeft het college gezegd nee, beste raad, doe dat AUB niet. En ga meer zitten op de toer van dat we de verenigingen inzetten in hun maatschappelijke betrokkenheid. En dat sportonderhoud, dat voeren wij al uit, al decennia. Dat doen we goed, dat kunnen we goed en dat blijven we dan ook gewoon doen. Van, we hebben ook gekozen, niet heel lang geleden, de raad voor een intern verzelfstandigd groenbedrijf. En daarmee heeft de raad gezegd, wij moeten binnen dat groenbedrijf zaken slimmer organiseren. En daar hoort ook bij dat je het onderhoud op de buitensportvelden daar ook onderdeel van laat zijn. Haal je die er nou uit en draag je dat over aan het sportbedrijf, dan heb je minder massa om met elkaar die efficiëntievoordelen te behalen. En er ligt een behoorlijke opgave van €880.000 op dat intern verzelfstandig groenbedrijf. En door het bij de gemeente te houden, kunnen we die bezuinigingsslag ook maken.